We gaan het de komende paar minuten hebben over uiterlijke verzorging. Ook daar vallen natuurlijk verschillende beroepen onder. Dus zou jij daar als eerste iets over kunnen vertellen, wat deze richting precies inhoudt? Zeker. Het is de richting uiterlijke verzorging. En daar vallen de kappersopleidingen onder en de scholenspecialistenopleidingen. En die zijn weer onderverdeeld in heel veel verschillende richtingen ook weer. Ja, en ik kan me voorstellen dat als meiden, ik ga er dan vanuit dat de meeste wel meiden zijn of mannen, dat maakt ook verder niet uit. Maar stel dat je het gewoon heel erg leuk vindt om jezelf te verzorgen, om er mooi uit te zien, om regelmatig naar de kapper te gaan. Is dat dan ook tegelijkertijd iets wat als beroep bij mij past? Want ik neem aan dat ook wel heel veel meiden zo denken van, oh, ik vind het leuk om met mijn haar bezig te zijn, laat ik maar kapster worden. Nou, ja, het is altijd meegenomen als je inderdaad zelf wat heel erg leuk vindt om te doen. Is natuurlijk wel een pre. Maar daarnaast moet je er wel rekening mee houden dat je juist andere mensen moet verzorgen en andere mensen mooi moet maken. Dus je moet ook iets in je hebben van iets sociaals. Het leuk vinden ook om anderen in het zonnetje te zetten en anderen te laten stralen. Dus eigenlijk is het handig als je zelf dat al heel veel oefent en veel mee bezig bent. Maar daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk om juist klantgericht te zijn. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld wel heel leuk vindt om iemand te knippen, of weet je wel, de nagels te doen, of wat dan ook, dat je dat leuk vindt, maar dat je het misschien ook wel lastig vindt om een leuk gesprek te voeren met iemand. Bieden jullie dat in die opleiding dan ook aan? Leer je dat? Zeker. In beide richtingen is dat heel belangrijk. De communicatie, het kunnen praten, dus het goed kunnen praten met een klant is om mensen ook op hun gemak te stellen. Want je komt natuurlijk heel dichtbij iemand in de zone, zeg maar. En aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk dat je goed kan luisteren. Om de wensen en de behoeften van de klanten achterhalen. Wat zij eigenlijk voor ogen hebben, hoe ze straks de deur uit willen gaan. Dus communicatie is heel belangrijk en er wordt in beide richtingen veel aandacht aan besteed. Ja. Oké, en wanneer is deze richting niet geschikt voor een leerling? Niet geschikt, als je niet graag onder de mensen bent. Dus het is echt een mensenberoep in beide richtingen. Bij de kappers, dan kan je voorstellen een lekkere drukke salon met veel inloop en telefoontjes. En van klant naar klant en in een schoonheidssalon. Kan het ook wat beperkter zijn, dus wat een ruimte met één klant tegelijk. Of in een beauty resort met meerdere. Maar je moet wel leuk vinden om met mensen om te gaan. Dus als je dat gewoon eigenlijk niet zo van houdt of liever achter een computer zit, dan is het niet zo'n goed beroep voor je. Precies, logisch inderdaad. Iris, heb jij nog een vraag? Zoals ik het zo hoor, heb je wel veel praktijk. En mijn vraag is, hoe gaat dat nu met de corona, die praktijklessen? Ja, goede vraag. We zitten inderdaad in een situatie dat de bedrijven dicht zijn. En gelukkig kunnen wij op school nog wel de praktijklessen aanbieden. Dus die gaan door. En in kleinere groepen en heel coronaproof natuurlijk, met goede bescherming. Maar het is inderdaad wat je al zei, Iris, het is echt een praktijkvak. Dit kan je niet uit de boeken leren. Ja, een stukje theorie over hoe kleur je iemand zijn haar of wat dan ook. Maar uiteindelijk moet je het doen. Ja, duidelijk. Ik ben nog wel even benieuwd, Marjan, als je bijvoorbeeld richting de kappers gaat of schoonheidsspecialisten. Ik zie best wel vaak, althans ik zag vroeger, toen ik zelf op het ROC zat, zag ik die meiden altijd met zo'n koffertje lopen. Wat hebben zij dan bij zich? En moet je alvorens al iets aanschaffen voordat je deze opleiding doet? Ja, dat zijn schoolpakketten. Die krijgen de studenten ook vanuit school aangereikt. En dat zijn flinke koffers. Inderdaad, zeker voor de kappers, echt zo'n kappershoofd, hè, met dat haar, zodat je ook thuis heel veel lekker kan oefenen. En dat is trouwens ook een perfecte oplossing nu in coronatijd, dus je kan best wel heel veel dingen gewoon doen. En voor de rest natuurlijk de scharen en de föhn en noem maar op. En voor de schoonheidsspecialisten heel veel producten. Alle producten die je in een salon gebruikt, die krijgen ze ook in een pakket, zodat ze ook thuis dingen kunnen oefenen. Dus dat is best veel. Maar ook heel erg leuk.
Ja, dat geloof ik. Dat ziet er ook altijd gewoon best wel cool uit als je dan zo met zo'n koffertje loopt. Hey, en hoe zit het eigenlijk met de verdeling tussen jongens en meisjes? Want ja, bij uiterlijke verzorging denk ik wel snel aan een meisjesberoep. Maar hoe is dat in deze tijd tegenwoordig? Ja, nog steeds wel een meidenberoep. Alhoewel de kappers ook echt hebben ingezet op jongens, zeg maar. Er is ook een hairstylist voor dame, hairstylist voor heer. Dus ja, zeker. Ik weet niet of we dat allemaal wel mee... Ja, op dit moment die kapsels, dat is wat minder. Ja. Maar ook zeker de jongens, die kunnen natuurlijk hele mooie strakke kapsels met van die scheidingen maken en noem maar op. Dus ook zeker jongens. Bij de scholingsspecialisten is vooral dames. Vooral dames, oké. Okay. Ja. Iris, heb jij nog een afsluitende vraag? Hoe zit dat met stages? Hoe zit het met stages? En bedoel je dan meer van waar je dan eventueel stage zou kunnen lopen? Of bedoel je nu in een coronatijd? Ja, nu in coronatijd. Ja, dat is dus nu heel lastig voor een flink aantal studenten die op dit moment stage zouden moeten lopen. Die salons zitten dicht. Er zijn allerlei ondernemers bezig met op andere manieren toch mensen te bedienen. Pakketjes dat ze kunnen inkleuren zelf thuis en dat soort dingen. Maar normaal gesproken zouden mensen ook bijvoorbeeld op studenten naar het buitenland kunnen op stage. Dat is allemaal on hold gezet. Dat is wel heel jammer voor de studenten die op dit moment de opleidingen volgen. Ja. Ja, we gaan er natuurlijk niet vanuit dat dat nog zo lang gaat duren. Althans, dat hopen we met z'n allen natuurlijk niet. Ik neem aan dat als het volgend jaar, weet je wel, er komt weer een nieuwe stroming, dan zijn we natuurlijk alweer een tijdje verder. Dat mochten de aankomende studenten nu twijfelen, dat het er volgend jaar natuurlijk wel weer heel anders uit gaat zien. Hoor. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. En ook weten dat de mensen het heerlijk vinden om naar een salon te gaan, om de haren te laten doen, of een lekkere massage te krijgen. Dus... ik denk dat er straks, als alles weer redelijk normaal wordt, dat daar wel weer een zekere run op komt. Dat vertrouwen hebben we absoluut. Nou, dat is in ieder geval een mooie afsluiter, Marjan. We gaan zo meteen verder met het volgende onderwerp. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn geraakt in deze beroepen, dan wil ik jullie nogmaals... Even overnieuw. Dan wil ik jullie nogmaals wijzen op de website www.rozeventwente.nl. Moest een keer voorbij komen dat ik weer even mijn tekst kwijt was. Maar goedemorgen Jennifer. Ja, het gaat even niet zo lekker. Nou, in ieder geval, je weet wat je moet doen. www.rozeventwente.nl/voorlichting. En daar kun je alle informatie vinden over de verschillende opleidingen. En voordat ik nog meer fouten ga maken, ga ik het afronden met jou. En ga ik zo meteen met het laatste onderwerp verder. Marjan, dankjewel. Fijne avond en tot gauw.